Hi, ik ben Thomas in beursbox.nl. Is je geld voor je laten werken, is dat erg? Nou, er zijn heel wat mensen, met name natuurlijk in de linkerkant van het politieke spectrum, die dat vreselijk vinden. En die daar echt schande over spreken dat je van je geld zou leven. En ja, ik denk dat dat een hele verkeerde opvatting is. En het geldt natuurlijk als je stinkend rijk bent, je hebt miljarden. Ja, dan kan je zeggen van ja, wat heeft diegene nou nog eigenlijk zelf gedaan? Zeker als je het uit een erfenis hebt gekregen. Maar als jij gewoon werkt voor je geld en je legt 10% van je geld opzij. En met die 10% haal je 12% rendement. Moet je eens kijken hoe ongelooflijk veel geld je hebt na bijvoorbeeld een 30 jaar sparen. Dan kan je zeggen van ja, waarom zou ik nu na mijn 55ste nog werken? Want ik heb genoeg geld om de rest van mijn leven van mijn geld te kunnen leven. Dat is helemaal geen slechte zaak. Dat hoeft niet. Je kan gewoon blijven werken. Als je het leuk vindt, blijf je gewoon werken. Waarom niet? Maar dan kan je je dingen veroorloven die je anders niet had kunnen veroorloven. En wat ik zo jammer vind in Nederland, is dat op scholen eigenlijk over geld en over kapitaal weinig wordt gezegd. En dat is niet zo gek, want de docenten en leerkrachten zijn mensen die voor die veiligheid zijn gegaan. Ze hebben geen enorm hoog loon, maar het is wel een hele veilige baan. Dus waarom zou je wat over geld willen weten? Want je weet, ik heb mijn baan, die is veilig. Ik heb een pensioen, dat is veilig. Waarom zou ik meer willen? Nou, prima als je dat wil. Maar het is zo jammer dat heel veel kinderen en later dan volwassenen dus niks weten over hoe geld voor je kan werken. En ja, mijn advies is dan toch, en het boeit me niet of je dat doet of niet, maar mijn advies is toch, als je een regulier loon hebt, leg dan 10% van dat loon vooraf al apart. Zet dat op een rekening, een belegging gebeuren, waar je er, ja, probeer er 10 tot 15% rendement op jaarbasis van te halen. Hoe zekerder, hoe liever. Want je wil een rendement halen wat ieder jaar komt. En daarom is voor de meeste mensen aandelen beleggen niet verstandig. Want er zit namelijk sentiment op de beurs. Nou, een heel ander verhaal, maar dat is even van belang. Nou, ik heb zelf een rekening bij Neo Finance. De link zal ik zo meteen hieronder zetten. En ja, die geeft mij een rendement op dit moment, inclusief herinvestering, van 12,62%. Ik vind dat fantastisch. En daar ben ik dus eigenlijk mijn geld op in aan het zetten, mijn privégeld, om dan mijn pensioen daarmee straks aan te vullen. En dan kan dus mijn geld voor me werken. Het is mijn geld, ik heb ervoor gewerkt en ik spaar ermee om daar later dan weer profijt van te hebben. Mijn keuze. Doe je het niet, ja, en geef je het nu uit, ook goed. Ik bedoel, je hoeft niks. Maar ik denk dat het verstandig is om, ja, om het wel te doen. Omdat je dan straks, als je wat meer tijd en ruimte wil hebben of hebt gekregen, dan heb je ook wat om uit te geven. En je hebt er niks aan als je 90 bent, en laat duidelijk zijn. Dus probeer dan, op het moment dat je zegt, ja, ik ben boven de 55, ik wil het wat rustiger aan doen, dan is het lekker als je de financiële middelen hebt om dat ook te doen. Want dan kan je het nog. Ben je boven de 75, dan wordt het al lichamelijk gezien steeds lastiger. En er zijn de zat die halen het niet eens. Dus waarom zou je dan zo lang wachten? Je kan ook zeggen, ik maak het allemaal zelf op, nu en direct. Prima, maar dan heb je straks een pensioen waarvan je zegt, ja, ik kan niks doen, want ik heb er de financiële middelen niet voor. En ik vind dat jammer. Die 10% die je op je inkomen zou inhouden nu, dat merk je niet. Als je dat structureel doet, heb je daar helemaal geen last van. Maar ondertussen kan die 10% wel voor jou gaan werken. En op een gegeven moment is dat zoveel kapitaal, dat je, als het een beetje meezit, dat kapitaal meer verdient dan dat jij zelf met werken verdient. Nou, is dat dan slecht? Ik denk het niet. Ik denk dat dat een ideale situatie is. Sterker nog, je verdient dan dubbel zoveel als dat je normaal zou verdienen. En je werkt zelf en je geld werkt voor jou. Nou, ik denk dat je geld voor je laten werken beter is dan keihard voor je geld moeten werken. Maar dat is mijn idee erover. Ik heb dat toegepast. Ik heb daar nu de voordelen van. Ik hoop dat jij op tijd inziet dat dat een hele mooie methode is die je op termijn een enorm vermogen kan geven, omdat je je inkomen gewoon verdubbelt. Daar komt het in feite op neer. En hoef je geen miljardair te worden, maar als jij gewoon voldoende financiële middelen hebt, is dat natuurlijk fantastisch. Dat leeft heerlijk. Dat geeft een zekere rust. Nou moet ik wel toegeven, ik heb dit eerder in mijn leven ook al gedaan. En toen had ik dat geld
En toen zag ik een hele mooie woonboerderij en toen heb ik gezegd, die gaan we kopen. En toen moest ik opnieuw beginnen. Dus ja, dat gevaar loop je wel. Aan de andere kant, ik moet je zeggen, ik geniet wel met volle teugen van die woonboerderij en het land eromheen. Het is wel ongelooflijk leuk. Dus ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, maar het betekende wel dat ik opnieuw moest beginnen met ja, sparen. Ik was 47 en toen moest ik weer opnieuw beginnen. Terwijl als ik was doorgegaan, ja, dan had ik nu al gewoon van mijn geld kunnen leven. Maar dan had ik nog steeds in dat kleine huisje gewoond. En ja, ik voor mezelf heb zoiets, ja, waar ik nu zit, dat is zo mooi. Dus dat is een keuze die je dan zelf moet maken. En alleen jij kan die keuze maken. Ik ga ook niet vertellen wat jij zou moeten doen. Daar ga ik helemaal niet over. Dat moet je helemaal zelf weten. Ik kan je alleen de tip geven om het zo te doen dat je 10% apart legt. En dat gaat beleggen op een veilige manier waarbij je 10 tot 15% vrijwel zeker per jaar binnenhaalt. En dat vrijwel zeker betekent dus dat je het niet in aandelen gaat stoppen, want dat is die zekerheid niet. Ik zeg niet dat je niet in aandelen moet beleggen, maar met dat geld zou ik dat niet doen. Ik zou dan gaan voor meer zekerheid. En voor mij is Neo Finance dat geworden. Als jij een ander iets weet, prima. Hè, maar ik kan je in ieder geval al als voorbeeld Neo Finance geven, waarbij dit ja, gewoon werkt, al jaren werkt. Ik ben daar in 2019 mee begonnen en het heeft de coronacrisis glansrijk doorstaan. Het werkt. Ik heb nu 12,62% per jaar na herinvestering. Want het geld wat ik ermee verdien op dit moment, dat gaan we, praten we over zo'n €730 per maand aan rente die binnenkomt, die herinvesteer ik opnieuw, zodat dat account nog verder kan groeien. En mijn bedoeling is om over een aantal jaar, een 7, 8 jaar, daar €250.000 op te hebben. 10% op jaarbasis, €25.000. Nou, dat is een mooie aanvulling op mijn pensioen, denk ik dan. En zoveel moeite hoef ik daar nu niet voor te doen. Ik hoef er niet heel erg veel voor te laten. Want ik probeer gewoon die 10% van mijn inkomen daar neer te zetten. Dus die tip wil ik je meegeven. Ik hoop dat je het interessant vond. Als het zo is, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!